Met de Megaton gingen we aan de slag met het probleem dat de doorstroom voor mbo'ers naar het hbo als lastig ervaren werd. SEAL-researchers die kiezen voor ongeveer 40% kiezen ze om door te stromen naar een hbo-studie. En daar lopen ze tegen problemen aan. De overgang is nog niet zo goed als wij zouden willen. Wij willen graag dat ze allemaal die hbo-studies halen. Maar er zijn een aantal hobbels. We hebben gekozen voor de Megaton omdat we alle stakeholders bij elkaar hadden. Dus de hbo-docenten, hbo-studenten, mbo-docenten en studenten. Dus iedereen die te maken heeft met het probleem, heeft met elkaar het probleem uitgediept. En als je die mensen door een aantal werkvormen laat lopen, dan faciliteer je dat er ideeën ontstaan voor het probleem waar je mee aan de slag gaat. Het is heel dynamisch, veel gesprekken, wisselende samenstellingen. Je kan eigenlijk van alles doen. Je een wandeling nemen met creatieve blokken, een spel, papier, flipovers. En die combinatie zorgt echt voor een mooi eindresultaat. Het was fantastisch om te zien hoe diverse partijen samen vanuit een stukje energie tot prachtige oplossingen kwamen. Die je niet bedenkt als je maar één partij samenzet. Ja, voor mij is de belangrijkste opbrengst van de Megaton wel dat ik echt het gevoel heb dat mbo en hbo wat dichter bij elkaar zijn gekomen. Dus ik geef het keuzedeel hbo en nu gaan we ook daadwerkelijk naar verschillende hbo's toe met onze klas. En het voordeel daarvan is dat ze een beter beeld krijgen van de opleiding hbo. Wat houdt er dan precies in en waar ga ik naartoe? En op het moment dat we dat intensief doen, dan kan het mbo al vragen beantwoorden die vanuit de student komen. Voor extra coaching of ondersteuning of ik wil me daarop richten. En studenten kunnen ook gerichter gebruik maken van de mogelijkheden die het mbo aanbiedt. Ja, we hebben heel erg veel opbrengsten voor de korte en voor de lange termijn. Variërend van regelmatig overleg tussen mbo en hbo, maar ook heel praktisch een studieplanner die eenduidig is. Ik denk dat studenten meer tools krijgen om een soepelere overgang te maken. Maar ik denk wel dat we er nog wel wat stappen in te maken hebben, omdat we er nu pas mee begonnen zijn. Ik zou zeker daar waar die nog niet wordt gebruikt, collega's het aanraden. Want het is een hele mooie manier om in een dag heel gefocust bezig te zijn met een probleem waarin je ook heel concreet tot een oplossing komt. Ik zou wel als advies aan de voorkant heel duidelijk voor jezelf een beeld willen schetsen van wat is uiteindelijk het doel van het proces waar we ingaan. Als je als NOVA-collega met hetzelfde onderwerp aan de slag zou willen gaan, dan zou ik ervoor kiezen om zoveel mogelijk verschillende soorten mensen bij elkaar te halen die er allemaal wat mee te maken hebben. Dus niet alleen maar de goede studenten die een mooi verhaal hebben, maar ook de studenten die soms wat moeite hebben of niet in het perfecte plaatje passen. Misschien ook de hbo-opleidingen waar je niet meteen aan denkt, maar die wel geleerd zijn aan jullie domein, maar zoveel mogelijk mensen bij elkaar om zoveel mogelijk inzichten bij elkaar te krijgen.